Hoi, Ivan hier van de Bovenkamer voor al uw fun uit de 80's en de 90's. En vandaag toon ik u mijn collectie IBM-computers. De IBM PC XT was de uitgebreidere versie van de IBM PC. De XT bevatte een ingebouwde harde schijf en in plaats van twee diskettenstations had de IBM XT er maar één. De XT was de eerste computer waarbij standaard een harde schijf ingebouwd werd. XT staat voor Extended Technology. In de jaren 80 waren de IBM PC computers de eerste en de bekendste los te gebruiken computers. PC staat voor Personal Computer. De home computer was een soort voorloper hiervan, zoals de Commodore 64 en de ZX Spectrum. Al in de tijd van de IBM PC met het besturingssysteem DOS is de concurrentie met Apple begonnen. Ook werden al de eerste draagbare computers gemaakt. De computers bestonden uit de Weg met het saaie gedeelte. We gaan nu kijken naar de eerste IBM en dat is de XT, de IBM 5160. XT computer is 37 jaar oud. Hij werd geïntroduceerd op... ik heb mijn datum weggesmeten. Op 8 maart 1983. Je zit dus midden in zijn midlife crisis en het is er aan te merken, want hij heeft mij al eens gevraagd naar een nieuwe muis. Voilà, en ik heb hem eens aangezet. Hij is opgestart vanaf de C-drive, zoals je kunt zien. En we gaan eens kijken wat er allemaal op staat. Ik zie daar bijvoorbeeld CheckIt. Dat is een leuk programmaatje om eens de configuratie te bekijken. We gaan dan een keer open doen. Oké, voilà. En checkt een paar dingen en dan zijn we in het menu. En dan kunnen we hier kijken naar de systeeminformatie. En wat zien we? DOS 6.22 is geïnstalleerd, dat is eigenlijk een te hoge versie voor dit machine. Maar goed, ik zal de originele er wel eens opzetten als ik die te pakken krijg. Het is een 8088 processor en 640K geheugen. CGA video adapter en een harde schijf van 21 MB en een floppy drive van 360 kilobyte 45 inch. De B-drive ook, maar dat kan niet, want er zit niks. Dus voilà, dat is de configuratie bekeken met CheckIt. Wat staat er hier zo nog op? Spelletjes, Jaybird. Misschien kennen jullie dat nog. Dan moet je zo met een vogeltje naar beneden springen en vakjes kleuren. Ambiance. Oké, ja, volgende. Spacebar voor keyboard play. Level 1 en we zijn vertrokken. Hoe ging dat nu weer? Het is goed, stomme vogel, ik wil beginnen. Hopla. En we zijn vertrokken, hè. Ah ja, dat balken moet... Je moet die balkjes ontwijken zeker, hoe was het nu weer, en al de vakjes kleuren. En je kunt er eigenlijk afspringen ook, maar dat is niet... Oh! En Ascala, jump for your life. En ik heb nu alle... Jopla! Voilà zijn mannetjes, ik zit al in level 2, wat zijn ze daarvan? Hola, die een bal. Er zit toch nog enige intelligentie in dat spel, hè. Oh, die slang, wat is dat? Hopla! Ik ben eraf gesprongen. Enfin, enzovoort. We zullen het hier maar bij laten. Je ziet nogal een primitieve computer, maar je kon er wel al leuke dingetjes mee doen, hè. Oké. Op naar de volgende. Oké, we zijn bij onze volgende bak aanbeland en dat is de IBM Personal Computer XT Model 286.
Het is een 286 processor, dus al een stuk sneller dan de vorige, maar het zit nog altijd in de XT-lijn en daardoor waren de mensen in de tijd een beetje afgeschrikt om hem te kopen. Dus het was niet zo'n groot succes, met andere woorden, een vrij zeldzaam model om te vinden. Maar ik heb er toch een, helaas ook niet het originele IBM-scherm, dus dat zoek ik ook nog, maar we gaan eens even in Checkit kijken. Hoe dat de configuratie hier in elkaar zit. Je ziet dat gaat al een pakje rapper. Ik heb ook een kleurenscherm. Dus ook DOS 622, een 286, 640k memory. Dat is eigenlijk te weinig voor deze. Dat zou een megabyte mogen zijn. Maar goed, 21 megabyte harde schijf. En verder twee diskettenstations. Een high density diskettes. Er zit er eentje in. Voilà, met 1,2 megabyte. En een low density van 360k diskettenstation. En die hangt zelfs een muis aan. Met twee knopjes. Wauw. Bon, op deze computer staat niet veel op, want ik heb in een van de vorige filmpjes de harde schijf opnieuw geïnstalleerd, dus er staat nog niet veel op. Maar ik heb hier een Windows versie voor 286 computers, namelijk Windows 2.1. Als je dat ooit al gezien hebt, dan zijn er een straffen. Dus we gaan een keer kijken of we dat kunnen installeren. Setup. Voilà. Nu is het een tijdje geduld hebben tot alles gekopieerd is. Ik heb nog 3 diskettes te gaan. We herstarten de boel om de installatie te voltooien en dan zouden we Windows moeten kunnen laden. Win. Dat ging geweldig goed. Ja, ik heb dat eens opgezocht op internet en wat blijkt, dat is natuurlijk een zeer oude Windows versie en die werkt absoluut niet samen met DOS 6.22. Dus wat heb ik gedaan? Even gestart van een disketje met DOS 3.3. En dan gaan we eens kijken of dat we daar wel Windows mee kunnen opstarten. Oké, ja, dat ziet er al beter uit. Dus dat is niet meer dan, dat is zo'n vijsterke waar dat je mee naar je diskettes kunt gaan, je stations, en zien wat erop staat. Hè. Eigenlijk is dat een geavanceerde DOS, maar met een grafische interface. Dus we kunnen wel eens kijken, er staan wel een aantal bekende tooltjes op. Notepad, hè, om simpele tekstjes in te schrijven, niet bewaren, een kalender. Zie de allereerste Windows-applicaties die nu nog altijd bestaan, enfin, in een beetje een andere vorm natuurlijk. Die bestonden toen ook al en kijk, je kon je venstertjes al open houden. We gaan een keer een berekeningsje maken. Ziet je het? 3 x 8 is 24 naar het schijnt. Maar uw kalender staat ook nog altijd open, hè, mannetjes? Zie je dat? Dat is echt wel voor zakenmensen en bedrijven. Allee, dat hebben we nodig, hè? Dus, mannetjes, kopen, kopen, kopen. Windows 2.01. Wat heb je hier nog? Cardfile. Dat is eigenlijk letterlijk een fichenbak, hè, denk ik. Dat is, ja. Oké. Het delete. Een fichenbak. Niet bewaren. Een klokje. Ziet je? Oh, je kunt dat daar laten staan. Dan weet je altijd hoe laat het is. Ah, of toch niet. Ah, of toch wel. Enzovoort. Ik denk dat hier zelfs een tekenprogrammetje in zit. Paint. Wow.
We gaan dat vergroten. En nu kunnen we, wauw, allerlei leuke figuurtjes tekenen. Opgevuld met een kleurtje. Kunnen we dat veranderen, dat kleurtje? Ik zal niet weten hoe. Gaan we niet bewaren, dat trekt toch ook niks. Goed. Voilà, Alt F4 werkte toen ook al. This will end your Windows session. En dat was het. Op naar de volgende. Dit is de IBM PS2 model 50Z. Voor wat het waard is, dat modelnummer. Maar je ziet hier in Checkit dus een 286 processor. En er zit hier zelfs een coprocessor in. Samen 2 megabyte geheugen, een VGA-scherm enzovoort. En al een harde schijf van 60 megabyte. Enorm veel. Enfin. Maar die monitor moet je niet kijken. Die is veel te groot voor deze computer. Dat bestond toen nog niet. Maar enfin, het is wel een mooie om eraan te hangen. En exit. Dit was de Windows-versie die op deze machine toen werkte ze. De 3.1. Ik denk dat dat de Windows-versie is die heel veel mensen hebben gehad en die ook jarenlang is meegegaan. Want het had een 3.1, 3.11 en ik denk dat dan ineens wachten was op de 95. We gaan een keer kijken. Ja, patience. Dat was een leuk spelletje, hè? We zullen dat nog eens proberen. De bekende vallende kaartjes, dat heeft iedereen wel al eens gezien. Hè. Ik heb het mij natuurlijk gemakkelijk gemaakt, omdat er van stapelke telkens maar één kaart afkwam, zo winde bijna altijd. Maar enfin, ik wou het u toch nog eens tonen. Voilà. Dat was het voor de PS2. Dus op naar de laatste, de PS1. Voilà, de laatste in het rijtje, de IBM PS1. Uitgekomen begin jaren 90 en was in verschillende versies verkrijgbaar. Begon met een 286, daarna een 386 en dan is er nog een 486 van uitgekomen ook. Dit is een 386 en zoals hij hier geïnstalleerd staat, is het met de interface zoals hij van de winkel kwam. Ik heb daarvoor 20 disketjes gedownload van internet en daarmee kun je eigenlijk de volledige herinstallatie doen van het systeem zoals hij toen werd verkocht. Wat zien we daarop? Information, dat is hier eigenlijk bijvoorbeeld een volledige handleiding over het systeem is ingebouwd. Ja, zie je, zo kun je daar doorgaan. Allemaal uitleg over het systeem, over de hardware, over de software, over het onderhoud enzovoort. Voilà. Leuk om te hebben op je computer, dan moet je niet in boeken beginnen kijken. Dan heb je Microsoft Works, eigenlijk een soort office pakket. Ook met tekstverwerken, spreadsheet en alles op en aan. Kijk, wordprocessor, spreadsheet. Voilà, we zullen er eens een open doen. Zo zag dat er vroeger uit, hè. De spreadsheet. Ja. Zeer handig. Ook allemaal al voor geïnstalleerd op de harde schijf. IBM DOS, een interface naar de meest gebruikte IBM DOS commando's en dan ook een bibliotheekje met uw eigen software op. Wat ik toen ook gedaan heb, is een Soundblaster kaartje geïnstalleerd. Dus eigenlijk een geluidskaart om wat meer mooiere muziek en zo bij spelletjes te hebben dan de gewone beeper van uw computer. Soundblaster ook begin jaren 90 op de proppen gekomen met de eerste geluidskaarten. Ah wel, ik heb hier eentje ingestoken en je gaat hem hier direct aan het werk horen, hè, want ik heb hier ook staan Space Quest 4.
En met een beetje geluk gaan we Seven zijn muziekje horen. Komt ie. Dat was natuurlijk een groot verschil, hè. In plaats van biepjes van de computer. En kijk eens wat dat scherm, wat voor kleuren en dat allemaal aan kan. De graphics. Geweldig, hè? Hopla. Voilà, tot zover de PS1. En dan zijn we aan het einde gekomen van het reeksje. Voilà, dat was dus een kort overzichtje van ongeveer 10 jaar geschiedenis van IBM computers. Van begin jaren 80 met de PC XT tot begin jaren 90 met de PS1 386 versie. Ik zou graag nog wat IBM computers bijvinden. Om te beginnen degene die voor de, dus eigenlijk de eerste IBM PC zonder harde schijven met diskettenstations. En dan natuurlijk nog een paar versies die later op de markt zijn gekomen. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, volg mijn kanaal dan. En tot volgende keer bij de Bovenkamer.